Heel veel mensen die vragen natuurlijk aan mij te wandelen. Hoe maak jij die geweldige toppers van je, die video's, weet je? Hoe doe je dat? Elke keer weer. En dan kan ik alleen maar zeggen, weet je, een goede video, die maak je niet zomaar. Die maak je met een visie. Voorbereiding en passie. Zo maak je video's, weet je wel. En ja, dan is het natuurlijk ook wel belangrijk dat je. Ik zeg altijd maar zo, weet je. Een goede video is als een wulpshert wat door de bossen danst. Op zoek naar een paardenbloem. Dat is een goede video. Ja. Maar ja, het is belangrijk. Het is belangrijk dat je wat te melden hebt, weet je wel? En je moet altijd goed nadenken over wat je gaat melden en wat je gaat doen. Kijk, als je niks te melden hebt, dan kan je video's maken wat je wil, maar de kans dat iemand gaat kijken, die is nihil tot zeer klein. Of je kan wel. Dat mensen dan kijken, maar dat mensen dan ook blijven kijken, die kans acht ik niet heel groot. Maar goed, ja, dus Mel, dus je, ja, denk goed na. Ik zeg altijd maar zo, een goede video is als een hoer in de regen. Ja. Dus zorg dat je wat te melden hebt, weet je wel. En als je dat eenmaal hebt, dan kan je erover nadenken, hoe ga ik het brengen? Want ja, als je iets doet, doe het dan ook, weet je. En doe het goed. Ja, want als je dat niet doet, dan kan je het toch niet doen, weet je wel. Dus breng het. Breng het, weet je. Je kan wel een heel lulverhaal gaan zitten houden, maar als je niet brengt, dan haken de mensen af. Ik zeg altijd maar zo, een goede video is als een eenzame kamerplant die in de kamer staat. Ja, zo ken ik er nog wel een paar. Maar dat doen we niet. Dus, ja. Het is fijn als je wat te melden hebt. En als je wat te melden hebt, breng het dan ook. En een leuke kop. Dat helpt natuurlijk ook altijd wel. Ja, ik zeg altijd maar zo.